Het project Jaarlijkse vakantiekampen van het ministerie van Sport en Jeugdzaken is afgelopen maandag van start gegaan. Ongeveer 107 jongeren vertrokken op die dag naar Bosbivak en waren tot en met vandaag daar. Tijdens deze vakantiekampen zijn er verschillende activiteiten ontplooid. Deze varieerden van motivatiegesprekken, verhaalkunst tot en met een groot kampvuur. Op dinsdag 12 september is er een groot spektakel gehouden waaraan bezoekers ook mochten participeren. De groep bestond uit kinderen van verschillende tehuizen, districten en achtergestelde buurten die behoefte hebben aan aandacht en zinvolle vrije tijdsbesteding.